Afgelopen vrijdag begon de kermis in Wijchen. Tot en met dinsdag 17 september zal het centrum van Wijchen weer één groot pretpark zijn. Dit jaar staan er zo'n 40 attracties, verspreid over de markt en de kasteellaan. Toch kunnen die kermisattracties best gevaarlijk zijn. In 2016 zijn er in heel Nederland zo'n 6 ongelukken op een kermis gebeurd. Volgens wethouder Nick Derks wordt alles goed in de gaten gehouden, zodat het een en ander veilig verloopt. Dus daar hebben we goede afspraken over met de kermisexploitanten. We doen al jarenlang zaken met deze mensen en daar hebben we enorm veel vertrouwen in. En buiten de attracties hebben we natuurlijk onze eigen boa's en politiemensen rondlopen. Als er iets met een attractie zou gebeuren, waar ik niet van uitga, dan moeten we de attractie gewoon sluiten. En dan worden de hulpdiensten zo snel mogelijk ingeschakeld. Mariette Pelen van het Rode Kruis in Wijchen verwacht voor dit jaar geen ernstige problemen. Zover als ik het kon zien en gehoord heb, is het eigenlijk een pleister plakken, her en der een verstuiking, niet echt extreme dingen. We hopen natuurlijk eigenlijk niemand. De ene avond of de andere avond is ook verschillend. Het ligt ook aan de attractie. Sommige attracties die hebben een jaar dat ze niet de veiligheid in acht nemen of net een afstapje verkeerd is. En soms hebben gewoon de hele kermis niks. En daar hopen we eigenlijk dit jaar ook weer op. Wij verwachten de komende 5 dagen een oergezellig feest. Want traditiegetrouw is het in Wijchen altijd mooi weer tijdens de kermis. En ja, laten we wel wezen, als je hier een rondje loopt, het ziet er ook gewoon fantastisch uit.